binnen het opzetten van mijn VA-bedrijf, naar aanleiding van de eerste opleiding, heb ik vooral een basis gelegd. Een goed fundament voor mijn eigen onderneming. Ik heb vooral heel veel geleerd over het ondernemerschap. En daarmee is mijn netwerk enorm uitgebreid, mijn wereld enorm vergroot. Ja, en ik heb echt kennis opgedaan, mensen leren kennen, maar ook, ja, dit is gewoon een heel ander leven. Ja, mijn ideale klant bevindt zich in het wat hogere segment. En ja, die verwachten gewoon echt wel wat van je. Die hebben bepaalde vragen en die verwachten vakkennis van mij als VA. En ik vond dat ik daar nog in tekort schoot. En ik merkte heel vaak dat zij zo'n vraag hadden. En dat ik dan zei, ja, dit stukje kan ik nu voor jou invullen. Ja, en dit, ja, ik kan het allemaal wel leren, maar de ondernemer wil het nu. Ja, en daarbij had ik dan het idee van, ja, ik heb echt nog te weinig te bieden. Ja, het brede aanbod, dat je vakinhoudelijk de diepte ingaat op alle facetten van het ondernemerschap. Zowel voor je eigen bedrijf natuurlijk als voor je eigen klanten. En wat ik ook zie is de mensen waardoor Danielle zich laat opleiden. De kennis die zij tot zich neemt. En dat zijn ook de mensen waar ik van wil leren. Dus via Danielle kan ik van die mensen de kennis op gaan doen. En dat is het level waar ik op mee wil spelen. Wat ik wil is dat de klant zijn ambities daadwerkelijk gaat waarmaken. En dat het niet alleen een droom blijft, maar dat we het gewoon gaan doen. Ja, whatever it is. Dat ik vakinhoudelijk mijn kennis op een dusdanig level kan brengen dat ik echt oprecht het eindresultaat aan de klant kan verkopen. En dat ik echt 100% ervoor kan gaan staan van, weet je, jij wil van A naar B. Dus we gaan een plaatje van B tekenen. Ja, en ik kan jou daar brengen. Ik heb nu een stageklant vanuit de opleiding. In eerste instantie is dat een stukje investering van mijzelf. Die verwacht ik in een aantal maanden terug te verdienen. En de kosten van de opleiding verwacht ik sowieso binnen een jaar terug te verdienen. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ik dat eerder terug verdien. Want dan kan ik ook zelf weer verder investeren in mijn persoonlijke ontwikkeling. Nou, en wat ik net al een beetje zei. Danielle doet de dingen op een manier die heel dicht liggen bij de manier waarop ik mijn dingen doe. En Danielle leert van mensen waar ik ook graag van wil leren. En gewoon Danielle als persoon. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het plaatje is voor mij compleet.